Feyenoorders, ja, in Rotterdam, maar eigenlijk in het hele land. Ik heb zo slecht geslapen. Zo onrustig gedroomd vannacht. Ja, want ik zat dus in Heerenveen. Zat ik op de tribune en ik zat te kijken in die droom naar die wedstrijd. En ik zat me daar een pot te ergeren. En ik werd me daar een pot kwaad en woedend over het gebrek aan inzet en aan spirit en aan passie en goeiedag, zeg hij. En in mijn droom kwam stoom alsnog weer keihard uit mijn oren. En in de rust is Dickie dus even weg en ik sneakte dus hup de kleedkamer in. En ik zie mezelf daar ineens die spelers toespreken van Feyenoord. En ik sta daar helemaal op de toppen van mijn longen te gillen en te krijsen. Ik zeg, zijn jullie nou helemaal personenmieterd? Hoe durf je gewoon, als je dan toch geen zin hebt om te spelen, hoe durf je dan die bussen in te gaan met dat prachtige Feyenoord logo erop? En hoe durf je dan dat shirt van Feyenoord aan te trekken als je toch geen stap extra wil zetten? Zo ging ik daar helemaal uit mijn plaat. En wat denken jullie wel? Die supporters van Feyenoord, de aanhang, het legioen. En niet alleen in Rotterdam, maar in heel Nederland zitten Feyenoord supporters. Dick Advocaat zei het laatst wel van, we zijn de grootste van de wereld en dat is natuurlijk onzin. Nee, Feyenoord is de grootste club van Nederland. In elke uithoek, op elke plek in Nederland zitten Feyenoord supporters. En die zijn dan, dat zei ik tegen die spelers, allemaal teleurgesteld en boos en gefrustreerd en snappen er niks van dat als AZ punten verliest en Vitesse punten verliest, dat jullie dan niet extra gas geven en er tegenaan gaan. Jongen. En boep. En ik sneakte weer heel snel die kleedkamer uit. En ineens kwam er dus Griekse muziek in mijn hoofd. Hey. Ja! Everybody dances! Sirtaki! Ja. Hoppa! Hoppa! Hop! 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 Ja! En die muziek, die had ik in mijn hoofd. En ik stond ook ineens de Sirtaki te doen. Ja, in mijn droom. Ja! En dat komt natuurlijk allemaal door die spits, die Giakoumakis van VVV. Dus ik ging weer de tribune op en ik ging naast Frank Arnezen zitten. En ik zeg tegen Frank, ik zeg Frank, hoe kan dat nou? Hoe kan Feyenoord dat nou niet hebben, zo'n spits? Die gozer die heeft al 20 doelpunten gemaakt. Hoe kan het nou zo zijn dat Stan Valks daar in Venlo, met die scouts van hem, dat zij wel zo'n gozer vinden bij AEK Athene en die hebben ze maar voor 2 ton gekocht, Frank. En jullie laten daar zo'n beetje, zo'n iets te dikke en trage beer komen uit Argentinië. En verder ben je dus niet gekomen. En waarom kunnen ze dat in Venlo dan wel? Daar word ik toch helemaal knettergek van, Frank. Want waarom heeft Feyenoord dan niet zo'n Sirtaki figuur, hè, die er gewoon even 20 in knalt? Waarom heb jij dat dan niet, Frank Arnezen? Dat riep ik tegen hem in mijn droom. Ja, en daarom, vrienden, is het keer op keer weer zo verschrikkelijk waar. Feyenoord supporter ben je niet voor je lol.